Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Vraag op Straat. We zijn weer in het centrum van Breda en waarom? Er zijn heel veel werkzaamheden die momenteel gaande zijn. De gemeente Breda is bezig met een aantal grote bouw- en infrastructurele projecten die bij moeten dragen aan een betere bereikbaarheid van het centrum, maar bijvoorbeeld ook de gedeeltes bij het station en rondom het centrum. Nou, u ziet het, er zijn werkzaamheden, de auto's rijden nog wel voorbij, dat is niet overal zo. Dus daarom ga ik eens kijken of er mensen zijn die er bijvoorbeeld last van hebben of kijken wat ze ervan vinden. In verband met de werkzaamheden die er zijn heb ik er eigenlijk weinig hinder van. Omdat ik meestal de auto pak om de stad uit te rijden. Nou, nodig. Nodig, hè? Wordt het beter van. Dus lijkt me normaal. Ja, het is een drama als je op het fietsje naar het station moet en helemaal moet omrijden. Je komt ze overal tegen. Het is erop en omheen rijden iedere keer. Ik heb er eigenlijk geen last van. Welke wegwerkzaamheden? Oh ja, ik ben hier niet bekend. Dus ik ga alleen met de bus en ik heb er verder niet zo heel veel last van. Een groot debacle. Je kent er nergens door. Je kent er gewoon nergens door. Niet heel prettig, maar het zal moeten, denk ik. Het is niet anders. Nee, ik heb het enige waar ik naartoe hoef te gaan is Avans. Dus daar heb je er eigenlijk niet zoveel last van. En als ik hier naar de stad toe moet, dan pak ik de fiets of ga lopen. Dus daar heb je daar geen last van. Maar val mee eigenlijk. Wij hebben er geen last van. Ja, dat is gewoon kut hier in Breda. Zo kut, de zuidelijke rondweg. Zijn ze allemaal bezig met die nieuwe wegen en zo. Ik weet niet waar ik langs moet. Ja, dan wil ik naar de Eikplaag toe en het lukt allemaal niet. Ja, af en toe een beetje slecht. En wat vindt u er dan slecht aan? Ja, dat je er niet door kan en ze geven het van tevoren ook niet aan. Ja, daar heb ik eigenlijk weinig van gezien. Wij komen net aan met auto wegwerkzaamheden. Ja, het is wel ongemakkelijk, maar dat geeft niet. Want bent u nu met de auto? Wij zijn met een auto. Maar geen problemen? Nee hoor, geen problemen. Nee hoor. Verschrikkelijk. vooral bij Vlaszak eigenlijk. Oké. Ik vind het toch makkelijk. En waarom dat precies daar? En nou, omdat je daar eigenlijk niet over het fietspad kunt fietsen. Ja, fucked up. Het begint wel een beetje te vervelen. Wat toch? Elke dag te laat op school en daardoor mis ik heel veel lessen. Want elke keer moet ik van de Eiplaats helemaal omrijden langs de zuidelijke rondweg, maar de zuidelijke rondweg is ook weer afgesloten. Ja, natuurlijk rond het station natuurlijk. Maar dat is logisch, hè? Dat is een megaproject. Maar natuurlijk waar je natuurlijk last van gaat krijgen. Maar ook dat vind ik, het is part of the deal. Het station vind ik heel vervelend, want ik moet elke dag het trap op. En ik hoop dat het ook binnen 5 jaar afgebroken wordt en dat er een beroemde Amerikaanse architect komt die er echt iets van maakt. Wij parkeren altijd bij het chassé, maar nu ben ik een beetje ongemakkelijk. Mm-hmm. En nu hebben we hem hier staan, hè? Bij wie hebben we hem nou staan? Chimbrère hebben we hem nou staan. Ja. Oké. Mijn vaders schikken niet gewoon in ons land. Hè? Zeker.